Voor de winteroperatie op Schiphol hebben we 70 voertuigen en 150 mensen. Om Schiphol sneeuwvrij te maken met deze voertuigen, daar gaat heel wat aan vooraf. Goedemiddag bij deze winterpraktijktraining op deze mooie zonnige dag. We gaan uitrukken vanavond. We hebben een aantal banen die we mogen bereiden. Wij gaan de 06 vegen. Veel plezier, veel succes. Let op je veiligheid en we zijn er klaar voor. Om die voertuigen te kunnen besturen heb je individuele trainingen, maar we doen het ook gezamenlijk en dat doen we door middel van 10 trainingen, waarvan 5 overdag en 5 s'nachts. En dan proberen we het zo goed mogelijk te simuleren wat wij 's winters als het sneeuwt tegenkomen. Om te zorgen dat de baan in één keer geveegd wordt, rijden we keurig in een formatie, zodat we maar één keer de baan over hoeven en dat de baan gereed is om weer te gebruiken. De sneeuwinzet met al deze voertuigen, met al deze mensen, het is net een voorstelling en van die voorstelling ben ik als snowleader de dirigent. De oefeningen zijn belangrijk die we doen. Want ook hier zetten we kantoorpersoneel voor in. Tijdens de trainingen gaan we als snowleaders goed kijken van verloopt alles volgens plan. Vegen we de banen op de juiste manier? Komen we mankement aan het licht qua voertuigen? Sneeuwlood 1 en 2 rechtwegvervolgen richting JKF. Sneeuwlood overrijd op Bravo en aansluiten bij Sneeuwlood 1. Wat we ook trainen tijdens zo'n oefening is de onderlinge communicatie tussen de snowleader, de coördinatoren, de begeleiders en natuurlijk de bestuurders op de voertuigen zelf. Dus al met al komt er heel wat bij kijken. Maar als het gaat sneeuwen, zijn wij er klaar voor.